toe. Zorg ervoor dat één arm duidelijk benadeeld wordt. Gewoon lekker volhangen. Oh, doe maar wel meewerker. Kijk, je kan... Van die mensen die ook... Je kan. Je kan de dag beginnen met veel armbanden om jouw pols of tassen. Het een of het ander. Bevestigen dat het vroeg is. De accu is laag. Mijn eigen accu'tje is ook laag. Het was gisteravond laat. Het is nog alweer vroeg. Er staat een lange dag voor de boeg. We zijn lekker aan het rijmen. Beetje in zelfmedelijden. Wegzwijnen. Waar gaan we naartoe? Koffietijd. In Amsterdam? Dat is de eerste keer dat het in Amsterdam is. Misschien omdat het hun laatste zoveel afleveringen zijn. Doen ze allemaal andere locaties? Ik weet het niet. Maar normaal moest ik altijd rijden naar in de buurt van Naarden, Hilversum. En nou, in mijn eigen stad. Dat is dan wel weer lekker, hè? Je kan klagen, weinig tijd, weinig slaap. Maar het is maar 5,6 kilometer van je huis af. Zo kan je het ook zien. Count the blessings, hè? Het kan altijd nog erger. We zitten eventjes te wachten tot het we mogen. Intussen gaan we verwerken. Kreeg ik hier een wifi-code. Niet dat ik skeer ben om mijn eigen hotspot te gebruiken. Maar dat kan helemaal niet. Als je iets wil, zwaardere bestanden wil gebruiken, dat doet hij helemaal niet. Dan gaat hij gewoon in de error. Toch? Ik weet niet of jullie voor abonnementjes hebben. Maar dan mensen die, ja, ik heb onbeperkt data. Maar als jij dan iets groters gaat doen. Dat wil niet hoor. Je kan een mailtje versturen. Volgens mij is je echt een beetje een serieuze pornofilm wil downloaden. Dat kan alweer helemaal niet joh. Dat is, nee, helaas. Dat is niet wat ik wilde doen hoor. Dat is gewoon mijn eigen video. Vrij weinig actie komt daarin voor. Wat ik film dan, hè. Ik heb wel eens nagedacht van, dit is ook de realiteit, zal ik het vastleggen. Maar ja, het is weer een soort van, dan wordt het weer een sekstape. En dan Kim Kardashian, oh my god, een foutje. En hoe ga je viraal? En dan, imperium opgebouwd. En dan, ja, ik weet niet, het is niet echt mijn stijl. Ik zit gewoon te kijken naar het stijl wat de boeken uitbrengt onder de naam Nicky French. Ik weet dat dat een stijl is. Ik ben ondertussen aan het werk en ik hoor het in één keer zo. Ik denk, Nicky French. Ik heb vet veel boeken van hun. Oh my god, ik kan gewoon helemaal fangirlen. Ja, ik ga met deze mensen op de foto. Is het raar? Nee, het is niet raar. Ik heb heel veel boeken van hun. Oh my god, ik kom er nu achter dat ik gewoon met mensen in dezelfde studio ben. Ik hoop dat ze blijven wachten. Wacht even. Dat is die Nederlandse film. Ze hebben een boek, een Nederlandse film, tenminste een film door Nederlands gemaakt, gebaseerd op hun boek. Daarom zitten ze hier om het te promoten. Ik kom er nu achter, wat een Harry in de warrie weer. Of tenminste, ontdekking. Olga, ontdekking hier. Dat is het. Ik wil met hun. Ja. Ik wil een selfie met deze mensen. Ja, wil ik. Ze schrijven ook samen als stel, hè. Ze schrijven samen. Hoe cool is dat? Hè? Het is een avontuur voor ons geweest, samen schrijven. Dat is ook toch cool dat je met je man schrijft of je vrouw. Ja, ik kom er nu gewoon achter. Oh, wauw. Ik zit helemaal niet op te letten. Hoe helemaal mijn eigen wereld. Goedemorgen. Ik zie altijd wel cadeautjes hier van jullie naar elkaar. Maar blijkbaar ben ik niet belangrijk. Maar Stan denkt eraan. Echt? Jij krijgt helemaal een money plant. Nee, weet je, zoek het uit ook. Deze is jou nog onderweg. Dat zou ik ook zeggen, ja. Weet je, Stan, jij krijgt dubbele punten van mij. Wat een mooie doos. Ja, top. Zie je hier ook. Kijk, dit is ook iemand die me kent. Die weet wat ik leuk vind. De crystals voor de Aries. Oh, dat is ook echt voor mijn. Maar die heb ik speciaal. Wacht. Oh, er zit een kaartje. Maar waar zeg je dat dan niet? Ja, dat ik even een kaartje moet lezen. Oké, nu ga ik. Ik had hem nog niet geopend, dus ik wist niet dat het daar ook gewoon het stond. Maar, dus oh, je hebt het zelf. Oké, okay, nou, heb je het zelf gemaakt? Nou, sorry hoor, de effort. Ja. Voel je slecht. Ja. Voel je slecht. Edelstenen, legende voor Nienk. Oké, okay, de Tiger Eye. Ja, tikje Stan, dan ben je. Zeker niet. Nee, Stan, deze own jezelf. Dit nee, gaat niemand. Dankjewel, heel lief. Oh, dit is echt leuk. Want ik heb dus nu van mijn schoonmoeder, of zijn stiefmoeder, heb ik een bord gekregen. Een houten bord waar je je stenen op moet leggen. Of dan kunnen ze aan elkaar. Ja, helemaal leuk. Top. Ik weet dat dit de Tiger's Eye is, dat yes. Weet ik al. Dit is dan de amethyst. Die is heel goed. Relaxing energy, balancing is voor mij top. Dit is dan de. Even kijken, deze is nieuw voor mij. Dit is de Red Jasper. Love, luck, courage, protection. Stabilizes energy.
Dus die mogen jullie niet aanraken, hè, bitches. Jullie zijn helemaal out of balance. En dan heb ik deze. Dat is de Sodalite. En dat is Clears Negative. Hier, wil je me vasthouden? Voor de negativity. Hè? Intuition boost. Dat je weet dat je aan iemands verjaardag denkt. Oh ja, zo werken met de kalender. Kdeng. Oh, geweldig stuk. Heel lief, dankjewel. Yes, echt heel leuk. Leuke do. Echt attent. Dankjewel. Heel leuk. Nee, ik heb echt een heel mooi potje. Heb je ook niet het kaartje gekregen vanop? Ja, sorry. Die zat dus in één keer tussen allemaal karton. En toen zou ik het bijna weggooien. Zie ik in één keer zo'n ass-shaking booty kaart. Ik denk, wat grappige kaart. Echt gisteren ook. Echt vet laat. Dank jullie wel. Van jullie lieve collega's. Ja, die heb ik wel gehad. Mijn booty-shaking kaart. Sorry. Jullie hebben wel allemaal gedacht. De booty-shaking kaart. Hè? Papier kreeg je flikken mee, maar is goed. Dit is... mijn idee, zei je toch? Ja, zeker. De frogstand. Ja. De frogstand. Ik heb nou al brok er tegen, want dat doet. Oh, jongens. Het is pittig hoor, video's maken. Kijk, er zitten helemaal onderkoeld. Je bent fris, hè? Ja. Ja, er staat een goede airco te blazen hier. Dat is logisch, want mensen sporten. Ik wel. Jullie zitten hier maar een beetje te regisseren in de bende. Laatste video en dan hebben we ze allemaal erop geknald. Helemaal trots op ons. Vooral mezelf en mijn lijf. Ik vind dit weer spannend, jongens. Gisteravond gespeeld in Venlo. Dus wat ver. Dus tussendoor wel getankt. Sorry, opgeladen. Maar het was ook laat. Ik denk, ik kom al 10 voor 1 thuis. Dus ik ga gewoon precies opladen wat ik nodig heb. En morgen fix ik het wel. Maar toen was ik dus vandaag onderweg en in de weer. En rijden en net in een garage opnemen bij de Basic Fit. Maar nee, geen paalvrij. En nu rol ik echt naar huis. Ik heb de verwarming uit, ik heb geen geluid aan van de radio. Echt op hoop van zegen dat ik een paal haal. De laatste meters gaan in. Ik vind het spannend. Ik heb het nog nooit zo ver laten komen, zeg maar. Maar het was gewoon echt even niet anders. We moesten doorbeuken. Ik denk dat het mijn levensmotto is. Een soort van de tegel. Die in iedere ruimte hangt bij mij. We moeten doorbeuken. Ga je nog rijden met je waggie? Want ik heb geen tijd om ergens stil te staan en op te trekken. Ik ben bang dat, oh my god, beperkt vermogen. Oh my god, hij zegt, oh my god, oh, ik ben in de woonwijk. Oh my god, ik vind het eng. Ja, in het ergste van moet ik hem duwen naar de paal met mensen. Oh mijn god, laat er eentje ook vrij zijn, jongens. Laat er eentje vrij zijn. Waarom het een schildpad is, weet ik niet. Ik rij wel als eentje, puur dat ik het gewoon spannend vind, maar nog niet te hard. Het batterijtje is echt nog zo, het laatste beetje. Oh, de eerste beste paal, ik knal hem eraan hoor. Er zitten daar 2, daar nog 4. Oh, let's hope and pray jongens, let's hope and pray. Staat er iemand aan? Dory, die 2 zijn bezet. Die zijn vrij, oh yes, oh ja, fijn dit. Nou, eventjes die make-up eraf. Ik moet zeggen, de dame bij Koffietijd heeft het goed gedaan. Ze heet Bianca. Bianca snapt de bedoeling. Niet te zwaar. Ik hou niet van te zwaar. Hè? Niet te veel. Ik ga wel hier in de naadje zitten. Dat is een feit. Dat hou je niet tegen. Maar het is wel netjes. De laatste video dat ik ga sporten. Dat ik andere mensen motiveer. Ik moet een beetje lachen, omdat ik heb moeite gehad wel met die video's. In ieder geval de oppep video's van, hey, jij wil ook fitter zijn, toch? Kom, van die bank af, laten we samen doen. Dat staat er allemaal op. Ik ben trots erop. Zeker gezien na het feit dat dit mijn eerste echte workout weer is, sinds ik bevallen ben. In de drukte, met kinderen. En nou, ik vind het dan nog wel aardig gelukt. Maar er zitten oefeningen tussen. Op het plaatje dacht ik, dit doe je zo. Maar ik ben wel helemaal out of shape wat dat betreft. Fit en conditioneel. En ik weet dat je die handdoeken niet ziet. Ik ga er wel voor gaan. Schoonmoeder wil liever niet dat ik de handdoeken film in de badkamer. Maar jullie zien, ik ben in een badkamer en ik vind handdoeken best wel een logisch gevolg. Dan kan het scalen dat ze allemaal een andere print hebben, een kleur, lengte ook. Kijk, die badkamer is gewoon verjaard. Daar doe je niet zoveel aan.
verschillende handdoeken. Ik denk dat iedereen er wel een beetje last van heeft in zijn huis. Ik wil straks gewoon allemaal dezelfde kleur. Behalve voor de kinderen. Dan geef ik hem een eigen kleur. Novi geef ik mintgroen. Frank geef ik donkerblauw. En Harley Parley, pinkish iets. Lila. Want dan weet iedereen ook zijn eigen handdoek. Is het in de badkamer waar dan meerdere mensen komen helemaal niet van hoe, welke, huh? Lekker makkelijk. Kijk, weet je, ik vind het niet zo erg als de rest mijn handdoek pakt. Ik vind het wel vervelend als ik wil douchen en mijn handdoek is klam. En dan denk ik, iemand heeft dit dus. Nou. Dus het is wel fijn dat hier verschillende kleuren zijn. Want we zijn toch met een aantal hier in de ochtend met een spits. En achter elkaar, oeps, pardon, ho, even, tegelijkertijd dit nog. Nee, de rust die ik ga ondervinden straks met mijn tanden poetsen. En dat er maar één persoon nog dan is. Die ook zijn tanden poetst. Op een goede afstand. Oh, ik kijk zo uit naar het huis. Ik kijk zo uit naar het huis. Kijk je wel uit met de nagel knippen? Ja. Ja, want het is gevaarlijk, hè? Pas op, hè? Mag ik zien? Nee. Hoezo nee? Papa. Wat hoe? Nee. Wat zeg je? Wow. Wat? Mama kakoot. Ik hoef niet uit te kijken. Jij moet uitkijken. Mama kakoot. Ja, maar jij bent nog helemaal niet bekend met dit. Dus jij moet uitkijken. Ja. Wat ja? Ik kan oud doen, hè? Ja. Ja, dan mag ik hem? Nee. Nou, ik vind het... Mag ik hem? Ja. Nee. Wat doe je mijn hand weg, Kil? Mag ik hem? Nee. Wauw. Mag ik hem? Nee. Ik doe je hand weer terug. Nee. Ik doe je hand weer terug. Nee. Mag ik de schaar? Nee. Maar het is gevaarlijk. Nee. Pakken. Ja, Mikaru, je gaat het toch niet daarin doen? Levensgevaarlijk dat. Zullen we het samen opruimen? Nee. Nou, oké. Dan ik in mijn eentje opruimen. Zitten. Mag, of samen opruimen? Zitten. Samen opruimen? Nee. We hebben. Hebben? Ja. Nee, is niet oké. Okay. Nee, we gaan niet hebben. Skopjak. Kijk hoe je erbij zit. Stouterik. Maar je kan echt bezeren, dus we gaan het opruimen. Zo, klaar. Opgeruimd. Ga je mee naar beneden? Ja. Ja, hè? Gezellig. Nou, neem je speeltje mee. Ik weet niet wat het is. Iets van een klemmetje. Pia. Open. Maar hoe noem je me? Pia. Pardon? Open. Hoe heet ik? Bia. Ik ben niet Bia. Wie ben ik? Mama. Oké, okay. Dit gaat niet goed, hè? Open. Ik wil best helpen. Kijk, zo is je open. Het is gevaar met nannies, jongens. Het is echt gevaar met nannies. Ze zijn heerlijk en geweldig en ze doen het. En ze voeden je kind met liefde, maar... Hoe heet dit, Novi? Wie is dit? Mama. Oké, okay. En wie ben jij? Novi. Novi, oké. Okay. Dan hebben we dat even duidelijk, hè? Grappen maken. Frankie, iedereen heeft naamkaartjes, wat leuk! Ja, mag ik ook zien, Grand Prix? Mama! Nee, maar ik mocht niet! Oké, okay. Jij bent in zin? Mama! Je wil weer dit losmaken? Ja. Oké, okay, hier. Kijk, zo. 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 Nou, zelf klikken. Klikken. Net een vorm. Jij zelf proberen. Ja. Dat is het leven. Mama, moet ik helpen? Mag ik niet eten? Ik heb best wel trek eigenlijk. Voor de eerste mama. Ja, mama hè. Mama moet helpen hè. Probeer maar. Goed zo. Je bent heel goed bezig. Precies goed. Ja, precies. El dan, el dente. Dat was een smaak. Ik heb knoflook. Ik zou denken, sowieso niet helemaal, want hij heeft nu echt een slechte auto. We zijn ook niet meer gewend dat gewoon de groente van de smaak van de groente, dat moeten we gewoon waarderen. Ja, je wordt het altijd maar zout, zout, zout. Niet zout, smaakt niet. Het zout dus. Zout zit er gewoon op hoor, zie je het hier zitten. Zout. En toch, het is wel zout zeg. Ja, er zit heel veel zout op. En knoflook. Mama, je hebt er zout gemaakt nu. Ja, dus weer te zout. Er is wel zout op, hoor. Bijna patat. Soms is het veel zout. Daar wil ik geen. Iedereen, zout, zout, zout. Helpen. En weer helpen. Weer. Ja. Mama, helpen. We beginnen de dag met een lunch met de matties. Ik moet allebei hetzelfde gerecht en een deelbaar gerecht. Dat is niet handig. We moeten de kaart nog een keer. Oh, je gaat vertellen wat je hebt liggen. Nou ja, wij weten het hoor. Tataan, één ding. We zijn klaar. We weten het. Dit is heel veel, maar daar mogen we niet aan zitten. Hey, komt die aan? Ayam is kip. Dan neem je het even bij. Pisang goreng is een dessert, banaan met palmsuiker.
Nee! Ze hebben hun chaps besteld. Dat is het. Ja. Maar jullie gaan niet eten. Nee, dat weten we. Dag, ging er wel vanuit. Dankjewel. Ik ga, we gaan heel snel. Als je kletsen, kunnen we nog zo onder hoogdruk. Maar kijk, je hebt ook. Het is daarom dat je zegt: dit zijn echt goede begeleiders voor onze kinderen. Ik heb zo iets. We gaan er nog zo iets bij. Doe het. Het is vies weer hoor, het mis het. Dit moet niet van het weekend hoor. Heel gezellig met onze vrienden gegeten. Echt, na een lange tijd zo met dit clubje. Gezel. Zullen we naar Kriet gaan dan? Kriet, wat is dat? Want het Kriet is ook de zoveelste. Dat betekent ook dat... Maar ik hoor van iedereen dat hij echt goed is. Ja, maar waar gaat deel 1 en 2 over dan? Want anders val ik... Boksen. Maakt niet uit. Ja, maar het is wel een lekker anders ding. Is het Michael niks. B. Jordan. Anders is het niks. Anders is het niks? Nee, tenminste, laten we kijken naar films. Want ik zit niet bij bioscopen, maar... Films is... Je moet kijken naar de films en dan kijk je wel waar die draait. Juist. Papa en mama hebben een middagje samen, dus... Neem alles. We wilden eigenlijk nog eventjes langs een winkel. Voor stoelen. Ik was geswitcht in stoelen voor kantoren en toen zei Leslie, maar ik moet ook met mijn bakka erin. Klopt, jij moet er ook niet zitten. Maar het is Goeie Vrijdag, dat zijn we even vergeten. Het is eigenlijk gewoon een soort van feestdag. Heel veel mensen zijn vrij. Hij dacht ook dat Frenkie vrij was. Nee, niets. Nee. Ik zie ons wel gewoon naar school. Toen zei hij gisteren ook, morgen vrij. Ik zei, verkeerd ingeschat van je ouders. Excuus. 65? Na een Ja, ik knip dit niet eruit. Na een catastrofale crash. Oh, is Gria. Hey. Catastrofale crash? Crash op een onbekend planeet komt piloot Mills. Mills. Er al snel achter dat hij is neergestort op aarde, maar dan 65 miljoen jaar geleden. Mills en Koa, de enige andere overlevenden, hebben maar één kans op redding. Wat? Die dinosaurussen nog? Ik zou het niet weten. Het zou wel cool zijn dat je in één keer zo'n beest. 65 is misschien. Klinkt wat een gekke grote salamander daar in de verte. Hij komt op ons afgerend. Hij ziet er niet goed voor ons uit. Is echt Verhoeven. Black Lotus. Rico Verhoeven op de koffer. Ach god. Meen je dit? Ja, serieus. Oh, maar pas 13 april. Pas de balen. Helaas, in de kaas. Ja. Antoon? Is dat dan? Ik vind het wel leuk hoor. Olivia, ik wil niet dat je... Oeh, die film zou heel goed zijn. Die, met die bollen. Sorry, dat is gemeen om te zeggen. Met die jongen met die wangen. Met die ronde wangen. Ze noemen het ook The Whale. The Whale. Nou, het heet al The Whale. Ja. Maar hij heeft daar prijzen voor gewonnen. Zou heel goed zijn. Klik erop. Klik erop. Dat is die man die ook in... hij speelde Tarzan. En hij deed ook die andere... Als vader dieper weet, dan ik het gewoon met zijn vriendin. Je zit nu je mond te mompelen. Nou ja, ik kijk gewoon naar... The Whale is een aangrijpend drama. Met een fenomenale comeback van acteur Brendan Fraser. Ja. Als vader die probeert opnieuw contact te maken met zijn vervreemde tienerdochter. Ik hoor dat het een hele goede film is. Ga ik naar dit soort films? De Mummy, daar was hij van. Dat was een knappe man zeg. En nu, ja. Ze zeggen dat hij voor de rol heel erg aangekomen is. Ik dacht dat hij dus gewoon... Het leven. Je bent, soms heb je zelf niet onder controle en dan ga je gewoon. En dan, geef je minder om, misschien, ja, ik of om jezelf, of je bent nog ongezond bezig. Ik weet niet wat het is. De reden dat soms mensen dikker worden, is vaak ook emotioneel, hè. Het is vaak ook iets psychisch. Hmm. Maar dat is, hij is voor de rol zo aangekomen. Maar het doet je niks dus, want je bent erop weggeklikt alweer. Ja. Wat wil je dan? Kijken naar een bokser? Je zei net ook, het is gewoon een bokser. Ja, nee, maar Dead Creed 3 of... Of 60, oh nee, dat is 10 van 9. Kijk, Creed, deze begint gewoon 1740. Dus dan hebben we gewoon een mooie tijd, weet je. Oh, en The Whale, wanneer begint die? Zie ik nergens staan. Ja, zal ik zelf even kijken? Ja, dan ga ik even kijken. Klik op The Whale en je moet me niet rellen. En eigenlijk stiekem is het ook een voordeel voor ons. Even zien. Amsterdam. City. Let's go. Vandaag. Nou, 2 uur. 2 uur is te veel, is te veel. 2 uurtjes wachten. Dat gaan we niet doen. Nee, oké. Hoeven niet, hè, als je niet wil. Jawel, ja, ik wil heel graag naar die film. Ik hoor, ja, maar ik bedoel, we hoeven niet naar de mis als je niet wil. Want het is Creed of niks. Tenminste, ja. Omdat het niet aansluit. Ja, qua tijd. Ja, oké. Wat ik wat? Ik wilde nog even onderbroeken kopen. Al die strings, ik weet niet. Je mag mijn boxen dragen. Net anders toch, onder een jurkje ziet het eruit. Ik denk dat daar achter iets is. Pizza. Misschien. Het zou zomaar kunnen. Het is weekend, hè? Oh.
Wil je per se naast mij zitten hier op de bank? Kijk uit dat ik niet slaap, hè? Ja, dat is wat gebeurt. Dus je moet me nu bezighouden. Je bent wel lang wakker gebleven met de bios. Dat was ik wel heel lang wakker gebleven? Ik ben nog gewoon niet in slaap gevallen. Maar je ging wel even ook naar voren zitten. Was dat met de reden? Nee. Was gewoon met dit heel interessant. Ik moet je zeggen, ik voelde die film ook wel. Ja, het was heel leuk. Ja, erg leuk. Ik vond het ook erg leuk de blootheid. Dus hield me ook wakker. Ingesmeerde lijven. Maar daar is dus in de hoek een club en dan doen ze een live muziek. Kunnen misschien wel even, laat ik even kijken hoe het eten valt. Misschien zijn opa en oma gewoon moe. Dat is ook gewoon bekend. Begin nu al. Vermoeidheid. Slaat in. Het proces is in gang gezet al. Ja, omdat je nu al met je handjes tussen je benen. Je leunt naar achter. Ja. Je zit lekker warm tegen je vrouw aan. Ja. Het duurt niet lang meer. Ja, het is toch echt zo. We worden heel gezellig aan een leuk tafeltje gezet. We hebben mooi uitzicht. Er staat hier toevallig een broodje. Wie gaat het eten? Wesley Stewart. Het is hard werk hoor. Het is hard werk hoor. Oh, omdat het broodje er al een tijdje ligt misschien. Ik weet niet. Wat doe je dan? Je gaat het toch eten, ja. Nee, het is wel gezellig zo'n live muziek. Echt leuk. Echt. Weet je waar, in Amerika doen ze dat veel hè? Dat je... Ja, voor die jazzclub. Is het meer echt... Hè? In Nederland hebben we dat niet zo veel hè? Nee, het is... Tenminste, dat weet ik niet. Ik doe net of ik allemaal weet wat er in de clubs gebeurt. Nee, maar ik ken het niet. En hoe vaak gaan we naar een restaurant dat je een live band is? Klopt. Vaak niet het geval. Eens. Ja. Ik vind het leuk hoor. Ik vind het ook leuk. Een paar minuutjes wachten. Weet je nog dat wij in het hotel waren met Valentijn? De laatste keer dat Portugees, niet Portugees, maar... Ik had jou meegenomen voor een Valentijn arrangement in een hotel. In Nederland gewoon. Bij de Amstel. Ja, ga door. Iets meer uitleggen. Daar hadden we gegeten in het restaurant, daar hadden ze ook altijd een live band. Net niet genoeg informatie voor mij dat ik het nu weet hoor. Dus het heeft geen indruk gemaakt waar we met Valentijn gingen. Nee, ik keek in je ogen en ik verdronk in die mooie bruine kleur. Nee, ik dacht, oh, verliefd. Weer niet. Jij had geen moe gedaan hoor voor mij. Nou, dat klopt. Maar ik ben wel een leuk gezelschap. En zo is het ook. Dat is ook belangrijk. We gaan ervoor, de tent. Ja. Als we pas weer zitten? Ja, mama, als we die tent af hebben, kom dan een keer kijken. In de tent? Ja, in de tent. Slim voorgesteld. Kijk, dit is nu al lekker dicht. En nu? Maken we hier de ingang ook dicht? Nee. Oh, wacht, dan kunnen we met deze doen misschien. Dit kan de ingang zijn. Nee, gewoon zo. Oh, gewoon. Waarom valt hier nou weer een bouwsteen? Wat is dit? En weer een handje van een verdacht iemand. Hey, vriend, jij zit even terug naar binnen in die tent, man. Ja, mijn hond. Oké, ik ga nu de deur pakken. Niet aanzitten. Of is het het raam, Novi? Is het een raam? Ja. Oh, dan laten we hem open. Dan snap ik het wel weer, hoor. Dan is het een raam zo. Toch ga ik even kijken en dan weer dicht, toch? Ja. Is dat de bedoeling? Spreken en dicht? Ja. Ja, oké. Okay. Die ligt ook precies daar, hè? Jeetje, straks val ik over je heen. Grappen maken ze. Jij kan in principe daar zitten. Ja, ik in principe hier. En dan kan ik, maar ik zou deze ook dicht kunnen maken voor jullie. Dat is toch ook gezellig? Ja. Ja. Geloof. Wat ga ik spelen? Wat voetbalspelletje spelen? Ja. Okay.
dat spelen. Wow. Wat vroeg Janne? Ik vroeg, is dit je leukste dag ter wereld? En zei ja. Is dit je leukste dag ter wereld? Novi? Is dit je leukste dag ter wereld, Novi? Ja, oké, okay, ja. Je doet ook gewoon alles wat je broer je even luistert, hè? Ja, Novi, niet alles. Ben je dom? Zeg maar ja. Ja. Nee, ja, ik ben niet dom. Novi, ben je slim, jongen? Doe. Oké, okay. Nou, niemand weet wat dat betekent, maar dat zal wel. Iets aan doet. Dit is een goede deur, toch? Want dan is het een beetje donker, maar niet helemaal. En hier, moet dit ook dicht of moet dit als een raam blijven? Nee, wat vind je? Als je raampje. Als een raampje? Ja. Is het leuk, Novi? Ja. Oké, ga maar spelen dan. Wat filmpje kijken, oké? Okay? Ja. Even dit doen. Ja. En dan een filmpje. Dan gaan we een spelletje spelen. Ja. Even kijken. Niet te enge filmpjes, hè? Nee. Oké, ook voor jezelf niet. Ja. Je broertje is klein, maar... Hè? Je weet zelf hoe je gaat op spannende dingen. Ontbijt. Grappig, hè? Frenkie maakt me wakker. Ik had vanochtend heel vroeg de fles van Harley. Ze werd wakker om 4:15. Ik dacht, oké. Je houdt van je moeder. Want je wil graag de volle aandacht van haar. Want niemand is nog wakker. We gaan naar beneden. Dus ik geef haar de fles. Nou, binnen een halfuurtje weer terug naar boven. 3 kwartier slapen. Natuurlijk komt ze om 8:00 weer. 3 uur later zeggen ze, oh, ik ben wel geheim maar blijven liggen. Dan kan jij lekker nog even een paar uurtjes slapen. Ik doe deze eerste fles. Dan zei ik, grappig. Tweede. Zei hij, oeh, dan moet je helemaal even gaan liggen. Kom zo na een uur. Hé, mam, ik heb een lekker ontbijtje voor je gemaakt. Kom hier beneden. Ik voel nog een beetje moe, maar ik denk, het is gezellig met de jongens, ik doe het. Het is alleen wel een leugen wat betreft het ontbijt. Hij bedoelde, we gaan iets lekkers maken, samen jij en ik. Eindstand, ik heb een tent voor ze gemaakt. En ik smeer een cracker voor mijn eigenste. Ik denk dat dat een beetje, ja. Maar hey, count the blessings. Kinderen zijn blij, zonnetje schijnt. Ik ben een soort van uitgeslapen. Life is good. Je hebt je fruit op, je brood op en dan vroeg je mag een snoepje, maar wat voor een snoepje is dit? Dit is, dit is heel heet. Dit is een soort van lolly, maar zijn ook, er is ook chips van. En dit is dus je moffel, zit poeder in, je moffel gaat branden. Je moffel gaat branden. Dat vind jij leuk zo, het weekend? Ja, ik wil gewoon kijken hoe stuk ik ga. Je echt tranen. Nou, zeker is hij trangen, want... Papa, als ik daar was, zou ik echt stil zijn. Je bent ook schat. Moet ik stil zijn? Zit je lekker, Novi? Ja, ik zit je goed? Kijk dit dan. Ai, laat hoe me zien. Hoe ga je dit hebben? Ja, nou, ik zat heel even te kijken hoe je broertje hier heel goed schattig op een snoepje zit. Hoe ga je dit hebben? Oeh, nou doe maar die hand. En het is ook een heftige kleur, dus... Zit maar rustig. Zit maar aan de bar even rustig. Zit maar aan de bar. Zie, ik zie het hoofd al helemaal tekeer gaan. Een beest! Ben je een beest? Oh, nou goed. Ik ben een beest. Heftig? Ik ben Kriet. Je bent Kriet, oh. Oh, we hebben Kriet gezien gisteren. Kriet de bokser. Oké, dit erboven maar zo. Zo plezier. Een beest. Dit is plezier hebben tegenwoordig, nooit jezelf een soort makkelen. Leuk. Leuk, hier ergens zo'n, hoe noemen ze het? Een sharpie. Ja, hebben ze. Ik heb net een hele gezellige avond gespeeld hier in Hoogzand. En voordat ik me omgekleed en met de mensen even op de foto ga, nodig dit ontiegelijk uit natuurlijk, om eventjes Ewa mensen, H9H, dat is waarschijnlijk een klas op de middelbare, maar er staan allemaal mensen, weet je, onbekende mensen, bekende mensen, maar iedereen die hier gestaan heeft op het podium, maakt ons dus allemaal, ja, creatievelingen. Ik vind het leuk. Even kijken. Waar is er nog een plekje ook? Als je dit doet, dan claim je wel af met, en dat is wel meteen een centerpiece. Misschien moet je dat doen. Misschien moet ik ergens die deur gewoon pakken. Fuck it. Nee, dat wordt niet gewaardeerd misschien. Hier is nog wel een groot stuk vrij. Zal ik hier even? Maar dit is ook nog vrij. Nee, wacht, sorry. Ik zie nu dat het pisgeel is. Dus dat... Outstanding. Kijk hoe mooi gedaan. Ik heb erover nagedacht. Nou, ik ga hier even cool iets maken. Oh, die is lekker dik. Het duurt wel even als je zo je best doet. Legit trots wel. Loving it.
S'nachts een kerel, overdag ook een kerel. Kom. Nee, ik bedoel, hij heeft geen power, toch? Hij kan die 40 kilo niet tillen. Hij heeft geen kracht, jongens. Lofie wil ook weer. Hele zegen. Deze spijzen dranken aan de eetsmaker. Hele zegen deze maaltijd. En dank u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Amen. Amen. Knip wel mijn handen, knip ze ook zo je handen zo strak. Oh, ik dus zo. Amen. Fijn Pasen, hè, jongens, fijn Pasen. Eet gewoon wat je wilt. Het is niet zomaar een ontbijt, het is Pasen, hè. Happy Easter. Happy Easter. Mag ik een broodje met een... Dit moet je mijn story gooien. Ja, dat moet dat? Dit. Anders is het niet gebeurd, hè? Zeker. Anders was je niet echt. Wil jij een broodje? Wil jij ook brood? Ja, nog een foto doen? Nee, ik hoef geen foto te maken. Nee, en wie wil? Dat wil je. Zo'n influencer ben ik misschien niet. Ik was wakker gewoon. Ik zit gewoon stiekem mee te kijken over het randje. Kijken. En ze wil zo... Zo zijlinks toch? Ze wil iedereen een beetje in de gaten houden. Kijken! Goedemorgen, Mikey. Maar ik vind het nog steeds surrealistisch dat we in de ochtendmiddag thuis zijn met Harley. En dat ze gewoon... Ja. En dan in de avond, op middag, een levenloos... Niet levenloos, want ze was helemaal niet levenloos. Ze was aan het vechten. Nee, ze was juist echt... Nee, toen was ze, hadden ze er... een tube gegeven. Een gegeven, toch? En verdoving, dat ze gewoon rustig bleef. Nee, maar ze was aan het schreeuwen. Geloof me. Ja, jij kwam op een ander moment binnen. Ik vertel je hoe ik het heb ervaren. Ik kwam toen binnen. Ja. Bij mij was ze gewoon niks. Sliep ze, ja. Geen beweging, niks. Ja. Dat en aan de zware beademing. Ja, we hadden het er even over, want gisteren in de rij waren er toch wel verdrietige verhalen van de kijkers. Van een meisje die het kindje verloren was aan een hartafwijking. Dus dat kwam wel eventjes binnen. En een ander meisje die met de echo niet goed was afgelopen, want ze hadden geen hartje meer gehoord. Dus hele heftige dingen. Dus die dingen krijg je ook in de rij te horen, hoor. Al de persoonlijke verhalen komen na de voorstelling. Als jij in de foyer bent, ook leuke dingen, maar ook de zware dingen. Petje af dat die vrouw daar toch... Petje af dat ze er allebei stonden. Echt hoor. Kennen de mensen Marco? Oh, willen jullie even een proper introduction? Nee, nog niet. Nee, mensen hebben hem al gezien hoor. Mensen hebben hem al gezien. Hij is al in de comment genoemd. Hij is al in de comments genoemd. Hoe slim waren wij dan? Airbnb'tje hosselen. Oh ja, steile trappen. Ik heb ook kraters in de grond gestampt. Dat vind ik er ook nog bij. Kijk naar hoe enig. Jongens, jacuzzi zit je erbij. We houden van onze kinderen, maar met zo'n avondje. Wil je wakker worden? Dit is het ook. Dit is de straat, ja. Oh, wauw. Ja, we moeten wachten, ja. It's gonna take forever and ever. Are we in a hurry? We are not. Okay. Even zien, dit is toch voor lichtjes aan, zo. Oh, klinkling. En nu? Ik ben alweer in de war, hè. Hoe gaat dat lampje dan aan? Oh, dit is weer veel te high-tech voor mij. Om. Nou, dat is niet zo moeilijk. Niet gewoon een beetje je best doen. Deze trap heeft een optatertje gehad. Ja, nog meer trappen. Jeetje. Het bad loopt vol. Mama gaan lekker poedelen. Wat een topdag, hè? Kan anders zeggen. Heerlijk. Erg gezellig. En we sluiten hem lekker tranquilo af. Even kijken. Hoe zit het in? Wauw, 7 cent. Ja, nee, hier. Kijk hier. Of... Echt? Ja, doe het maar op. Ja, oeh, ik zie daar al iets aan. En die aan. En hoe van die spotjes uit? Oh ja, dit is weer veel te veel van het goede, hè? Je moet gewoon een beetje random op knoppen gaan drukken hier. Of stekkers eruit trekken. Ik weet, is dit heel leuk, maar... Bij hem hoog, hoor. Ik zal slapen. Maar er zitten ook spotjes daar. Die de jungle... Oké. Helemaal in de nok heb je ook allemaal nog... Hé? Is dat? Of is dit het? Nee, dit is weer iets anders. Het heeft te veel knopjes, jongens. Te veel knopjes en te weinig logica. Ze hebben badjassen. Oeh, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.
Nu wordt het leuk.